Goedenavond en welkom bij Ter Zake. Al dagenlang maakt vooruitkopman Conor Rousseau brandhout van het onderwijsbeleid van Ben Weitz. Beide heren gaan vanavond voor het eerst in debat. En Polen wil vaart maken om Oekraïne beter te helpen. Ze laten zich niet intimideren door het Kremlin. Het is gewoon te laat om angstig te zijn. Polen heeft zich zo ver geëngageerd, staat zo hard diplomatiek, militair, humanitair op de pres voor dat Oekraïne, dat het de facto een vijand is van Rusland. Het is dinsdag 24 januari. Welkom bij Ter Zake. In de wedstrijd gaat het onderwijsdebat niet liggen. De bezorgdheid over de kwaliteit van ons onderwijs is groot. En daarbij wordt er ook gekeken naar de verantwoordelijkheid van de ouders. Dadelijk gaan we daarover debatteren. Maar eerst hebben we Anne van Rentergem bijgehaald. Anne, goedenavond. Vertel ons eens, als we naar het onderwijs kijken, vandaag en 5 jaar geleden, wat weten we dan over de evolutie van de kwaliteit? Maar daarvoor kunnen we enkele cijfers en uitdagingen op een rij zetten. Onderwijs neemt een enorme hap uit het budget van de Vlaamse regering. Van alle departementen gaat daar het meeste geld naartoe. In 2019 pompte Vlaanderen ruim 12 miljard euro in het onderwijs. En in 2022 was dat opgelopen tot zo'n 15,2 miljard. Veel geld, maar toch blijven er veel pijnpunten. Het lerarentekort bijvoorbeeld. Als we kijken naar de cijfers bij de start van het schooljaar, dan zien we dit. In september 2012 waren er 954 openstaande vacatures voor onderwijzend personeel in Nederlandstalige scholen. In 2022 waren dat er al 3683. Dat is bijna een verviervoudiging. En wat met de kwaliteit van ons onderwijs? Hoe goed scoren de Vlaamse leerlingen op de internationale ranglijsten? Daarvoor kijken we naar de zogenoemde PISA-onderzoeken. Dat is een onderzoek om de 3 jaar bij 15-jarigen dat test op leesvaardigheid, wiskundige en wetenschappelijke geletterdheid. Een test over alle onderwijssystemen heen bij intussen al zo'n 90 landen. Laten we er 1 ding uitnemen, de gemiddelde prestatie voor leesvaardigheid. Bij 2 opeenvolgende PISA-onderzoeken in 2015 en 2018. Vlaanderen zakt naar beneden. We horen nog steeds bij de top, maar het OESO-gemiddelde komt dichterbij. En ondertussen steken landen als Polen, Ierland, Finland en Estland ons voorbij. Als het gaat over taalvaardigheid, dan peilen we in Vlaanderen tegenwoordig in de 3e kleuterklas met de Koala-test. Die resultaten zijn niet bemoedigend en het probleem zit vooral in de grote steden. In scholen met veel leerlingen die thuis geen Nederlands spreken, scoort gemiddeld 1 op de 4 kleuters onvoldoende. En dan ontstaat een debat over de verantwoordelijkheid van de ouders. Kan je kindergeld afnemen van zij die hun kinderen niet genoeg ondersteunen? Of kan je boetes geven? Dat is allemaal gesprekstof voor jou straks aan deze studiotafel. Maar eerst nog even de vraag, wat met de ouders? Wat vinden die ouders hier nu eigenlijk van? Dominique de Graaf trok vandaag naar de schoolpoort van basisschool De Puzzel en De Parel in Mechelen. 14% van de ondervraagde kinderen die hebben niet goed gescoord van die koala. Schrikt u van die cijfers? Toch wel. Ja, vooral voor de tijd van nu. Ik denk, we zijn al generaties overgeslaan die dat toch zelf naar school zijn geweest, al ouder. En toch blijven er eigenlijk toch wel veel kindjes negatief testen eigenlijk om verder te gaan. En dat vind ik wel jammer. En welke talen spreken jullie thuis? Hoofdzakelijk in Nederlands. Ik ben hier ook geboren. Mama is hier ook geboren. Maar mijn man spreekt er ook toch nog Arabisch mee. Maar toch wel echt een basis, zeker Nederlands. Ja. Bij ons is het Assyrisch, Aramees dus, en Nederlands, maar we spreken wel meer Nederlands thuis. En dat heeft geen impact dan op de schoolresultaten van de kinderen, of wel? Een beetje wel. En hoe probeert u uw kind dan te stimuleren om toch dat Nederlands beter onder de knie te krijgen? Ik maak elke avond tijd vrij en ik ben dan echt bezig met hem. En dan doen we oefeningen samen, taken, extra dingen dat ze op school dan bijvoorbeeld niet doen. Ik steek echt mijn tijd daarin. Wat wij merken is dat een taalrijk gezin veel invloed heeft op de
uitslag van de testen, maar taalrijk wil daarom niet zeggen dat je Nederlandstalig bent. Er zijn evengoed Nederlandstalige gezinnen waar ze een taalarme achtergrond hebben. En een taalrijke basis in eender welke taal zorgt ervoor dat je ook een nieuwe taal goed kan opnemen. Hoe kunnen ouders meer gemotiveerd worden, denkt u, om taal aan te moedigen? Nu, ik ben grootouder. Hè. Ja. Wij lezen voor. Wij lezen nog elke avond voor. Als ze bij ons zijn, voordat ze gaan slapen, wij lezen voor. Poppenkast spelen doen we ook nog. Zeer ouderwets, maar... Maar mooi. Dank u, dank u. Wat vindt u ervan dat als ouders niet voldoende meewerken, dat er daar een sanctie aan moet kunnen vasthangen? Bijvoorbeeld snoeien in de kinderbijslag of in bepaalde premies? Ja, ergens snap ik het wel. Het is belangrijk om de taal te stimuleren, maar ik weet niet of dat de juiste manier is. Dat vind ik een beetje te ver. Dan zou ik andere oplossingen zoeken. Echt naar de school toe, personeel, meer personeel. De politici zijn bij zich, de houders, de ouders, alles wat is gebeurd, ouders. Wat gaan ouders meer doen? Alle ouders die willen alles wat is goed voor haar kinderen. De meeste ouders hebben dat nodig, hè? Die kinderbijslag en zo voor hun kinderen om op school te brengen. Voor een boterham, dat ze niet met lege broodjes op school komen. Maar ja. Goedenavond, Conor Rousseau, voorzitter van Vooruit, en Ben Weitz, minister van Onderwijs voor N-VA. Meneer Weitz, ik ga met u beginnen. Ouders zijn niet echt enthousiast om te beknibbelen op dat groeipakket. Yep. Maar u vindt aan sensibiliseren echt niet helpt dat daar toch moet naar gekeken worden. Hè? Legt u dat nog eens heel concreet en eenvoudig uit? Ik heb in het afgelopen schooljaar die koala-test ingevoerd, die taalscreening, net om ervoor te zorgen dat kinderen gelijke kansen hebben bij de start van het eerste leerjaar. Dat ze voldoende Nederlands kennen. Maar de scholen die doen op dat vlak echt hun stinkende best. We hebben er ook voor gezorgd dat ze 12 miljoen euro aan extra middelen daarvoor hebben gekregen. En dus de ouders? Maar uiteindelijk, ja, als je vaststelt dat je percentages nog altijd haalt van tot en met 28% van de kinderen die niet genoeg Nederlands kennen om met succes te kunnen starten aan het eerste leerjaar, dan zie je dat er ook nog wel een andere verantwoordelijkheid speelt dan enkel die van de school en dus ook die van de ouders. Ja. Vandaag staat in het schoolreglement, in alle schoolreglementen is verplicht dat er ook een engagement staat van de ouders ten opzichte van het contact met het Nederlands. En heel kort, concreet, hoe wil u dat gaan controleren of daarop gaan beknibbelen? Hoe werkt dat dan in praktijk? Wel, ik vind dat wanneer de scholen vaststellen dat ze echt alles, al het mogelijke gedaan hebben, maar dat ze er niet in slagen om contact te leggen met de ouders, dat de ouders hun engagement, dat ze zijn aangegaan in het schoolreglement niet nakomen, dat ze zelfs niet kunnen communiceren met de school, dat ze zelfs het huiswerk niet kunnen opvolgen, de agenda niet kunnen opvolgen, dat de school dan moet kunnen zeggen aan de Vlaamse overheid, hier is een probleem. Wij hebben zo'n figuur. De school signaleert en dan wordt er aan de Vlaamse overheid, en zodoende dat vanuit de Vlaamse overheid die ouders kunnen gewaarschuwd worden. En in extremis, dat men ook kan zeggen, de schooltoelage. Die premie die men krijgt, dat misschien ook afhankelijk wordt gemaakt van het nakomen van een engagement in het schoolreglement. Okay, dit gaat over gelijke kansen. Meneer Rousseau, u zei vrijdag aan Ivan de Vader dat u dat een debiel voorstel vond. Hè. Ik citeer u. Maar u staat nu toch wel open om daar eigenlijk naar te kijken, blijkbaar, op het sanctioneren van ouders. Leg dat eens uit. Wel, ik vind het, zoals heel veel mensen, superbelangrijk dat kinderen met voldoende Nederlands opgroeien op school. Ik vind het nog belangrijker dat ook ouders betrokken zijn bij hun schoolcarrière. Veel leerkrachten kaarten ook aan dat ze met die ouders niet kunnen communiceren in het Nederlands. Spoedartsen vinden het soms heel moeilijk als een kind op spoed komt om met die ouders te communiceren. En hoe willen we dat concreet aanpakken? En dus moeten we zien, wanneer er een melding is dat er niet genoeg Nederlands is, of helemaal geen Nederlands, moet je wel extra aanbod voorzien. Melding door vandaag. De school dan, bedoel je? School of een dokter, noem maar op. Ja. Dat moet je concreet bekijken. Maar altijd het doel, het belang van het kind primeert om communicatie Nederlands te verbeteren. Dan moet je extra aanbod voorzien. En dat is het eerste. Dat extra aanbod is er vandaag niet. Je moet extra aanbod voorzien voor die ouders om ervoor te zorgen. En als dat niet werkt, ook sanctioneren. Dat is wat u betreft geen taboe dan. Wij vinden het kindergeld afnemen een slecht idee, voor alle duidelijkheid. Dat vinden we niet goed. Voor ons zijn maatregelen bespreekbaar, maar die moeten wel een aantal voorwaarden voor doen. 1. Het kind mag niet de dupe zijn. 2. Het moet wel tot iets leiden. Maar welke maatregelen zijn dan bespreekbaar? En 3. Ik ga er toe komen. En 3. Het moet controleerbaar zijn. Ja, controleren of iemand thuis Nederlands spreekt of niet, dat kan je niet controleren. En dat willen wij ook niet controleren. Dat moet je niet doen. Je moet vooral zorgen dat we meer aanbod hebben om Nederlands te trekken, Nederlands te leren. Maar vanaf dit jaar wordt dat ook betalend Nederlands. Lessen. We vinden dat een slecht idee, omdat je de drempels verhoogt en dus mensen eigenlijk afstoot om dat Nederlands te gaan leren. Je moet ervoor zorgen dat je meer aanbod voor Nederlands krijgt. Maar eigenlijk zeggen jullie beiden, als een school signaleert, moeten we kunnen ingrijpen. Ja, wat is dan eigenlijk het verschil?
Het verschil is dat we kindergeld afnemen geen goed idee vinden, maar dat we wel open zijn om maatregelen te bekijken met experten, hoe je natuurlijk ja, op een bepaald moment zegt van oké, okay, als men echt niet wilt meewerken... Bijvoorbeeld, niet wilt meewerken, welke maatregel zou dat kunnen zijn? Wel, daar willen we open over babbelen. We hebben niet meer of niet minder dan dat gezegd gisteren, maar ik vind het wel dat je altijd moet beginnen met aanbod te geven en ook meer middelen zal moeten geven om te zorgen dat dat Nederlands gesproken wordt. Ja, wel, ik vind... Er zijn misschien wel wat nuances, maar om u te zeggen dat mijn voorstel debilisch en dat van uw topic, dat denk ik dat ik heb gezegd daar dat geen ruimte is om voor thuis taal te gaan maar, kijk, onderzoeken. Als het gaat over het groeipakket, vandaag, wordt er al ingegrepen op het groeipakket. Wanneer dat er onafdoende aanwezigheden zijn van de kinderen, dan kunnen ouders daarvoor financieel gesanctioneerd worden. Heeft niets met de taal dus, te maken. Hè? En dus dat gaan we er gewoon op door. En je moet er geen karikatuur van maken. Ik koppel niks aan de thuistaal. Wat ik wel zeg, is dat ouders ook ervoor moeten zorgen, net zoals het engagement dat ze zijn aangegaan in het schoolreglement, dat ze ervoor moeten zorgen dat hun kind ook na schooltijd in contact komt met het Nederlands. Dat is de evidentie zelf, want uit onderzoek blijkt dat kinderen, ongeacht de thuistaal, wanneer dat die ook in contact komen met het Nederlands, dat die beter scoren op die PISA-testen, dat die een betere toekomst hebben. Dus dat gaat hem over gelijke kansen. Maar ik vind dit eigenlijk maar die nuance en dat, over dat debielen en zo. Ik denk dat het belangrijk is dat we het eens zijn over het feit dat één, die taalscreening, die koala-testen, dat dat van essentieel belang is, want Vooruit heeft daar tegengestemd in het parlement. Twee, dat we ook erover eens zijn dat de verantwoordelijkheid verder gaat dan niet alleen de school, maar ook uiteindelijk de ouders. Maar drie, dat we nu gaan naar een nieuwe consensus, niet alleen met Vooruit, maar ook CD&V en VLD, die nu ook zeggen, het is in zaken nationaliteit, in zaken taal, in zaken inbrugging, een zaak van rechten en van plichten. Natuurlijk, experts die daarnaar kijken, zeggen van ja, zo bestraffen of gaan sanctioneren als dat niet goed loopt bij ouders. Dat werkt niet. En eigenlijk ook uw fractieleider, mevrouw Goeman, zei dat vorige week. We gaan eens kijken. En ja, ouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Maar in straffen, in plaats van helpen, daar gaat geen kind mee geholpen zijn. Het werkt niet, zegt mevrouw Goeman. Het begint natuurlijk wel bij helpen. Hè. Het is belangrijk om... na school te zorgen dat kinderen en van alle soorten kinderen zoveel mogelijk vrije tijd kunnen doen in contact komen met het Nederlands. Maar ook tijdens contacten met de kinderopvang of het Nederlands, ja, moet je natuurlijk inzetten op dat Nederlands. En dan zien we dat als een kleuterjuf voor 28 kleuters staat, je nog weinig aan taalontwikkeling kan doen. Als een kinderbegeleider in een kinderopvang al als één persoon voor 9 kinderen moet zorgen, dan kan je nog weinig aan taalontwikkeling doen. Maar, en dat is een heel groot probleem. Daarom hebben we 12 miljoen euro extra gegeven aan de school, aan de kleuterscholen, om net te werken op die taalintegratie. Maar u zegt, u wil het debat voeren als u zegt bijvoorbeeld... Die klasjes zullen sowieso kleiner moeten als je mee wilt. Als je meer wilt inzetten op de taalvaardigheid van de leerlingen in het kleuter, in de kinderopvang, zal je daar meer personeel moeten hebben. Ja. Zal je daar moeten zorgen dat je daar ook toegankelijker bent. Oké, okay. En als dat niet kan, dan kan het bijvoorbeeld wel dat een stukje kindergeld wordt afgenomen en bijvoorbeeld naar de school gaat, een stuk van het groeipakket. Niet als sanctie voor het Nederlands. Nee. Discussie over kindergeld wil ik een andere keer over terugkomen. Ik vind het superbelangrijk dat elk kind een maaltijd heeft op school, dat ze de taal leren, dat ze het betaalbaar onderwijs hebben, betaalbare kinderopvang. Daar kom ik als socialist voor op. Daar ben ik al jaren vrijwilliger in. En dus ook als ouders onvoldoende Nederlands spreken, wil u niet ingrijpen op dat kindergeld? Nee. Okay, nog nooit gezegd, zullen we ook niet doen. Een helder antwoord. We gaan dadelijk voortpraten. Maar eerst gaan we even 20 jaar terug in de tijd. Toen was Marleen van der Poorten van de Liberalen de minister van Onderwijs. Ook toen ging het al over de kwaliteit in het klaslokaal. Hoe kijkt Van der Poorten naar het onderwijs van vandaag? Willem van Mullum. Marleen van der Poorten was Vlaams minister van Onderwijs tussen 1999 en 2004. We ontmoetten haar in Lier, haar thuisbasis, op de plek waar ze zelf ooit nog voor de klas stond. Er wordt met een cliché vaak gezegd, onderwijs is een tanker die men moeilijk in beweging krijgt. En dat is ook zo, want je moet rekening houden met de leerkrachten op zich, de ouders, maar zeker ook met de vakbonden, de koepels, de inrichtende machten. Men moet met heel veel rekening houden. En daarom is het eigenlijk jammer dat men zelden verder bouwt. Het zijn natuurlijk dikwijls andere politieke partijen die de ministerpost in handen krijgen. Maar men zou meer gebruik moeten maken, denk ik, toch wel van het studiewerk dat in de voorgaande periode is gedaan. Van der Poorten deed een hervorming van het hoger onderwijs en zette in op het gelijke kansenbeleid. Maar ze kreeg ook stakingen en betogingen te verduren. Straks stuit de meester nog in één. Dat is de schuld van die Marleen.
De sector kwam toen op straat voor een loonsverhoging voor leerkrachten en tegen de afschaffing van de uitstapregeling voor 55-jarigen. De grootste uitdagingen waren toen zeker gelijke onderwijskansen. En dat heeft eigenlijk een beetje een parallel met vandaag, omdat het ook over taal ging. We hebben toen geconstateerd dat er voor veel leerkrachten een groot probleem was, omdat zij in hun klas veel kinderen hadden die anderstalig waren. Ja, dat is een verhaal dat we vandaag nog horen. De strijd voor de post van de volgende onderwijsminister is al losgebarsten, anderhalf jaar voor de verkiezingen. En Conor Rousseau van Vooruit claimt nu al de portefeuille. Als minister van Onderwijs moet men toch wel de kunde hebben eigenlijk om het geheel wat te overschouwen en te overstijgen. Samen te werken is heel belangrijk en soms misschien af en toe een beetje tegen het eigen partijstandpunt toch dingen proberen voor te stellen en voor een akkoord te gaan. Het is absoluut een kwestie van teamwerk. En dat mis ik soms in de individuele partijstrijden die er nu altijd gevoerd, meer dan vroeger gevoerd worden eigenlijk. De tanker keren, zegt Marleen van der Poort. Meneer Weitz, uw partij zou ook de tanker keren en het onderwijs naar de absolute top brengen. Dat doen we. Waar is het fout gelopen? Dat is absoluut de bedoeling om inderdaad de tanker te doen keren, het tijd te doen keren. En je moet vaststellen, de daling van de onderwijskwaliteit is er niet opeens gekomen en zal niet opeens weggaan. Dat zal nog een hele tijd vergen. Maar net daarom reden te meer om vandaag daarop in te grijpen. Net zoals bij het lerarentekort. Als wij vandaag een tekort hebben aan leraren, dan is dat omdat jaren geleden veel te weinig mensen zijn gestart met de lerarenopleiding. Op dat lerarentekort komen we dadelijk terug. Okay. Maar waar is het fout gelopen? Want jullie luisteren tot absoluut de top gaan. Luister naar de objectieve experten, naar iemand als Dirk van Damme, de vroeger ook kabinetchef van een socialistisch minister, die nu ook in alle openheid zegt, ja, het is inderdaad, we hebben wel foute keuzes gemaakt in het verleden. Wat pedagogisch, zegt hij. Pedagogisch, didactisch inderdaad, dat men gekozen heeft voor nivellering in plaats van excelleren, dat men gekozen heeft voor een verwarring eigenlijk van gelijke kansen met gelijke uitkomsten. Ligt de lat voor sterke leerlingen in het onderwijs vandaag te laag nog, vindt u? Te weinig klemtoon op kennis in plaats van op welbevinden, al die zaken. En inderdaad, ik vind dat we de lat hoger moeten leggen. Ook vandaag dan moeten uitgaan van meer excellentie, meer ambitie, die eindtermen aanscherpen, maar ook focussen op de essentie. Namelijk op Nederlands en op wiskunde. Dat zijn die vakken die alle andere vakken mogelijk maken. Meneer Rousseau, de N-VA heeft het wel eens over de pretpedagogie. Vindt u dat sterke leerlingen onvoldoende worden gestimuleerd en uitgedaagd in ons onderwijs? Maar ik heb eigenlijk zelf heel weinig boodschap aan de lat moet hoger. Iedereen wil toch dat zijn kind of haar het beste onderwijs krijgt en in alle richtingen de sterkste leerlingen. Alle leerlingen moeten in alle opleidingen het beste onderwijs krijgen. Nu, dat is juist. Of dat kunnen of het kennis of zo, weet ik veel. Ja, ik heb wel vertrouwen in leerkrachten. Als ik even mag, meneer. Ik heb wel vertrouwen in leerkrachten dat zij wat meer vrijheid moeten krijgen. Misschien wat minder papierwerk s'avonds. Leerkrachten vallen met bosjes uit. En wij spreken hier, meneer de minister, over die leerkrachten moeten meer inzetten op Nederlands en wiskunde. Ja, als er geen leerkracht voor de klas staat, dan is dat heel leuk om op tv te zeggen, maar dan hebben die daar niets aan. Er zijn kinderen die vandaag geen examen krijgen, omdat ze geen les krijgen over het vak en dus niet kunnen beoordeeld worden. Dat is op spelen met de toekomst van die kinderen. En ik denk dat dat lerarentekort de grootste bedreiging is. Dat is het niet. Dus het onderzoek wijst dat ook uit. Lerarentekort, je ontkent dat altijd. Er is een probleem. Waarom niet, meneer Weitz? En druk op leerkrachten die het niet meer aankunnen en die soms meer cipier en boekhouder zijn dan dat ze nog lesgever zijn. 3700 openstaande vacatures. Hoe komt dat geen groot probleem? Ik denk dat we drie grote problemen hebben gehad. Eén, heel recent, namelijk corona, waar ik gevochten heb om die scholen open te houden, onder andere tegen socialisten in. Maar twee, lerarentekort. En drie, zeker, en het belangrijkste, Dirk van Damme zegt hier nog op de afspraak, zegt het belangrijkste is natuurlijk die onderwijskwaliteit. Daarom dat we daar ook de nadruk op leggen, zeggen we dat we niks doen voor het lerarentekort. Leraartekort, integendeel. We hebben ongelooflijk veel maatregelen genomen en gaan er blijven nemen. En je ziet dat nu voor het eerst daar een beetje vruchten, positieve vruchten, voor het eerst te zien zijn. Ja. Voor het eerst hebben we terug een stijging. Maar nog altijd 3700 overstaande vacatures. Ja, maar je moet natuurlijk ook kunnen zien wat er nu momenteel als lichtpunten zich aandient en waarvoor we reclame kunnen maken voor de job. We hebben die aantrekkelijker gemaakt. En nu, voor het eerst, heb je terug een toename van het aantal... We hebben alleszins niet dat gevoel, meneer Weitz. Een toename van het aantal startende studenten in de lerarenopleiding. We hebben 4500 mensen die de overstap maken van de privésector naar het onderwijs. Heel veel tevoren waren er dan 900. Dus dat zijn positieve elementen. Meneer, hoe zou u het aanpakken? Er zijn eerst korte reactie daarop. Er zijn heel veel
leerkrachten die keihard werken. Hè. Maar er zijn er ook heel veel die zullen boos worden als je ontkent dat de druk op hun toeneemt en dat er heel veel leerkrachten uitvallen. U mag dat niet ontkennen. Ik wil u toch even ook wijzen op het feit dat u bijna 20 jaar in die Vlaamse regering zit. Dus verwijzen naar anderen in die Vlaamse regering is flauw. U bent aan uw 4e jaar als minister bezig. U heeft het grootste aantal onderwijsministers geleverd. Gaan we zo beginnen? Allee, als er leerlingen kijken, hè, we leren dat ze elkaar moeten laten uitspreken, meneer de minister. U bent aan uw 4e jaar als minister bezig en plots heeft u het groot licht gezien dat er lerarentekort is. En gaat u een raad ter wijze over hoe zou u het moeten zeggen? Ik ben onlangs in Portugal geweest, die andere oefening doen als ons. Ze vertrekken van veel lager, maar ze stijgen daar in cijfers. Daar heeft men gezegd, dat had men ook een lerarentekort. Men heeft daar een aantal dingen gedaan. 1. Rationalisering. Ik verklaar. Als je Grieks krijgt in de ene school van 5, geeft een leerkracht les aan 5 leerlingen, 3 straten verder aan 3 leerlingen en 5 straten verder aan 5 leerlingen. Ja, in de plaats van allemaal voor 3 mannen een paardenkop les te geven, zet ze samen. Ene leerkracht is paard. Dat kan je ook niet uitleggen aan een kleuterjuf die voor 28 jongeren staat, dat iemand nog voor vier mensen les geeft. Dat meneer Weits, en twee, u mag op dat punt het tweede reageren. Punt dat heel belangrijk is, is versterk ook de lerarenopleiding. Daar is nog niets rond gebeurd. Versterk die opleiding, zodat jonge leerkrachten ook niet uitvallen. Want die jonge leerkrachten vallen massaal uit, omdat ze zich niet ondersteunt voor het... Als je natuurlijk andere onderwijssystemen met elkaar gaat vergelijken, let op natuurlijk met Portugal. Meer dan 20% van het onderwijs in Portugal is privéonderwijs. En inderdaad, met kleinere klassen, maar daarvoor moet je veel betalen. 15 januari, als u dat een voorbeeld vindt, 15 januari was er een grote nationale actiedag van het onderwijs tegen de bevoegde minister. Ik denk dat trouwens de Socialistische Onderwijsvakbond was die aan het protesteren was. Klassen samenzetten, is dat wat u betreft bespreekbaar? Natuurlijk is dat bespreekbaar, maar er is wel zoiets als 1. Een grondwettelijke onderwijsvrijheid en 2. De vrije keuze. Dus u zit federaal aan de kloppen. Als u wil de grondwet wijzigen, dan zijn wij daarin een bondgenoot. Wij willen daarover dialoog voeren. Ook over verlaging van de leerplicht. Maar iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid. Wij zijn al heel lang voor het verlaging van de leerplicht. Wel, maar laten we daar werk van maken. Op maar federaal niveau weer, kunnen we de grondwet... Naar wat kunnen we de grond... Ik vraag u dat u gaat doen als meneer de minister. Ja, maar als je zegt dat ik zie geen plan. Als je scholen wil gaan verplichten om meer te gaan samenwerken, te gaan samenvoegen en waarbij dat je dan indruist tegen de grondwettelijke onderwijsvrijheid en de vrije keuze. Wel, ik vind dat dat bespreekbaar moet zijn, maar daarvoor moet je de grondwet wijzigen. Okay. Laten we ons dat samen doen. Meneer Rousseau, u heeft er al sinds geen vertrouwen meer in. Hè? U wil dat hij vertrekt als minister. Tof. Ik blijf enorm op mijn honger zitten en ik maak me vooral heel veel zorgen. Ik probeer heel veel scholen te bezoeken de laatste tijd. Heel veel leerlingen zitten slecht in hun vel. Daar de aanleiding van is, daar kunnen we het een andere keer over hebben. Maar heel veel leerkrachten voelen zich niet gehoord, voelen zich niet gesteund. En als je ouders spreekt die zeggen, ja, waar gaat dat naartoe als mijn kind hier geen examen aardrijkskunde krijgt, omdat er geen leerkracht is. Het aantal weken bijvoorbeeld dat scholen geen vacatures kunnen invullen, is gewoon van 2021 naar 2022 toegenomen. Het aantal weken zonder leerkracht neemt toe. Leerkrachten die s'avonds met paparazzen en papierwerk zitten, hebben nu toch, meneer de minister, geen boodschap aan wat federaal moet doen. Dat is uw taak. U moet daar met een plan komen. En heel veel mensen blijven daar op de honger zitten. U zegt dat u een plan heeft. En we hebben daarvoor een uitgebreid regeerakkoord. En we zouden willen dat u meewerkt om dat uit te voeren in plaats van tegen te werken. Heren, jullie zitten hier tegenover elkaar. Ja. Is dit nu een pose? Want eigenlijk weten heel veel mensen in de wedstrijd dat jullie beide partijen samen zullen gaan werken als dat enigszins mogelijk is na 24. Is dit een soort pose, u naar Vlaams Belang toe, u naar de PvdA toe, zo tegen elkaar? Wel, ik denk dat de verkiezingen nog ver af zijn en ik ben er absoluut niet mee bezig. En wat u noemt die bromance, ik lees dat ook. Het is precies meer een kalverliefde van vooruit houdt van N-VA, vooruit houdt niet van N-VA. Maar zo, die spelletjes, daar zijn we nu toch niet mee bezig. Ik denk dat we nu onderwijskwaliteit en lerarentekort, dat is de focus en daar gaan we voor. Wel, het verschil met vooruit of zonder vooruit laat heel duidelijk zijn. We besturen in Antwerpen met uw voorzitter, waar we wel ervoor zorgen dat kinderen een maaltijd krijgen elke dag. Omdat we, zoals heel veel Vlamingen, iets willen doen aan die lege brooddozen. Dat is voor u onbespreekbaar. Een Vlaamse regering zonder socialisten, denk daar niet aan. Die regel en dus is prima. Een Antwerps bestuur met socialisten denkt wel aan kinderen in armoede. En dat is het groot verschil. Hoe meer stemmen voor vooruit, hoe meer we daar het verschil kunnen maken. Absoluut. Ja, en heeft u een voorkeur samenwerken? Dat zien jullie dan op zich wel zitten. Ik wil met iedereen samenwerken.
maken die, zoals we daar straks gezegd hebben, ijvert voor betere onderwijskwaliteit, met focus op Nederlands en op wiskunde en aanpak van het lerarentekort. En samen willen. En mocht u meewerken, ook via de federale regering, bijvoorbeeld voor flexijobs in het onderwijs. Flexijobs, dat gaan we voor een andere zal keer ook houden. Ongelooflijk helpen. Conor Rousseau, ik wil u danken om vanavond hier te zijn. En ook u, Ben Weitz, dank u wel om hier te zijn. Bedankt. So if you put all of this together, the German announcements, the announcements from other allies of a wide range of different types of armor to Ukraine, this is a huge additional contribution to the combat capabilities of Ukraine. And this is urgent, this is important, because Russia is preparing for new offensives. We need to enable the Ukrainians soon or fast to be able to repel those offensives and also enable them to retake, liberate their own territory. Krijgt Oekraïne voldoende hulp vanuit het Westen? Polen vindt van niet. Het land grenst als enige NAVO-land aan Oekraïne en ook aan Rusland via de enclave Kaliningrad. Waarom wil Polen zo'n vaart maken in de strijd tegen de Russen? En vrezen ze dan niet voor een reactie vanuit Moskou? Die antwoorden zoekt Dirk van Zundert. Deze tanks wil Polen aan Oekraïne leveren, 14 stuks, Leopard 2 tanks van Duitse makelij. De Oekraïnse militairen hopen in ieder geval dat ze zulke moderne tanks krijgen, want wat ze zelf hebben is verouderd en niet goed genoeg. Het zijn настільки сильно тупий танк, що для нього як ніяк елементарний ПТУР, який використовувався ще в далеких роках, це така серйозна небезпека. Це велика мотивація для піхоти, коли танки рядом. Ну, у них теж бойовий дух піднімається, тому вони менше страху, ніж без танків. Ну, а з танками, ще якщо з леопардами чи челенджерами, це, я думаю, як почнемо штурмувати, це не зупинимося. Laat ze maar komen, die Leopards, zeggen de Oekraïners. Maar dat mag alleen als Duitsland daarvoor toestemming geeft. De vraag was in ieder geval vandaag gesteld. My skierowaliśmy ten wniosek, oczekujemy na szybką odpowiedź. My oczywiście już szkolimy żołnierzy ukraińskich w Polsce. Robią to również inne państwa na swoich terytoriach, więc nie jest to tutaj nic nowego i będziemy to kontynuować. Polen speelt het hard en dat is op zich niet zo vreemd, zegt Mark Peers, onze correspondent in Warschau. Wie is de vijand als je kijkt alleen al naar de 20e eeuw? 2 miljoen mensen gedeporteerd naar Siberië door Stalin. 10.000 intellectuelen doodgeschoten bij Katyn. En ik kan zo urenlang doorgaan. Die hele regering is eigenlijk een soort oorlogsregering geworden. En met als doel natuurlijk dat Oekraïne wint. Want alleen dan kan Polen vrij zijn. En alleen dan kan Polen veilig zijn. Want als je daar zit met een land of een rompstaat beheerd door Moskou, dan heb je opnieuw, wat je in de 20e eeuw zo vaak had, een onbetrouwbare, agressieve, onberekenbare buurman, vlak aan je deur natuurlijk. Ook de vele Oekraïnse vluchtelingen die Polen sinds het begin van de oorlog heeft zien passeren, meer dan 9 miljoen intussen, die maken dat de Poolse regering zich fors opstelt. Maar niet alleen de regering, ook de Poolse bevolking staat achter een harde opstelling tegenover Rusland. Het is gewoon te laat om angstig te zijn. Polen heeft zich zo ver geëngageerd, staat zo hard diplomatiek, militair, humanitair op de bres voor dat Oekraïne, dat het de facto een vijand is van Rusland. Alleen als Polen zich verzet, alleen als de mensen massaal op straat komen, alleen als Polen zich toont als een natie die kan vechten, hè, the first to fight, een slogan hier, alleen dan is het mogelijk om Polen te laten overleven tegenover die agressieve buurman die we best zo snel mogelijk, zo hard mogelijk ook nu weer tackelen. Vanmorgen nog was er een ontmoeting tussen de NAVO-chef en de Duitse minister van Defensie. The only way to lasting peace is to make it clear to Putin that he will not win on the battlefield. De Duitse minister bleef toen nog vaag. Ik heb immer gezegd, ik rechne damit dat in kürze een beslissing valt en daarvan ga ik nach wie vor uit. In de vooravond kwam via het agentschap Bloomberg het nieuws dat Duitsland nog deze week toestemming zal geven aan Polen om de Leopard-tanks te leveren aan Oekraïne. Oekraïne zal blij zijn.
Ja, en intussen vernemen we van meerdere bronnen dat die toestemming morgen zou komen. Dat is voor een nieuwe Ter Zake met Annelies morgen. Wij zijn aan het einde gekomen van deze Ter Zake. Wie meer wil weten over de Oscar-nominatie van Close en het verhaal van Vlaanderen, moet nu zeker naar de afspraak kijken. Belooft een boeiende tafel te worden bij Bart. Nog een mooie avond bij Canvas. Tot later.